Dus ik vroeg op Facebook aan Curly's of rijstwater onderdeel was van hun krullenroutine. En slechts 25% gebruikt rijstwater, gefermenteerd rijstwater om precies te zijn. Dus tijd voor een korte update. En deze video maak ik in samenwerking met Rizal.nl, waar je je rijstwater gewoon bestelt, want Nathalie maakt het graag voor je. Je kan erover kiezen om rijstwater zelf te maken door een klein beetje rijst af te spoelen, vervolgens met water op kamertemperatuur in een afsluitbare pot of pan een nachtje te laten staan en het tussen de, laten we zeggen 18 na 24 uur te laten staan op een donkere plek. Eventueel wat essentiële olie eraan toe te voegen. Zelf kies ik vaak voor pepermunt of lavendel. Bij Rizal heb je ook nog de keuze uit rozemarijn. Alle drie heerlijke geuren. En vervolgens kun je dat in je wasroutine toevoegen. En ik heb hier al eerder een uitgebreid filmpje over gemaakt. Maar in dit filmpje wil ik het graag met je hebben. Enerzijds hoe je het kan gebruiken, maar anderzijds ook hoe je het op haar met lage porositeit of dan wel haar wat een beetje gevoelig zou zijn voor proteïne kan gebruiken. Misschien wel het belangrijkste voordeel van rijstwater blijft toch wel dat je haar heel snel zou groeien. Daarom zie je ook heel veel uitdagingen op YouTube voorbij komen van curlies die een week lang of een maand lang elke week rijstwater gebruiken voor haar groei en het dan ook meten. Andere voordelen zijn roos. Het zou voor minder roos moeten zorgen. Het zit vol met vitamine en mineralen die goed zijn voor je haar. Dus je geeft je haar er zeker een boost mee. Ook zou het zorgen voor minder haarbreuk en minder haaruitval. Omdat het de hoofdhuid ook stimuleert. En daarbij is het een milde en echt een milde proteïnebehandeling. Zoals ik al zei, in augustus ben ik met mezelf de challenge aangegaan om 4 maanden lang rijstwater aan mijn haarroutine toe te voegen. En dan maar 1 keer per maand, want ik was super bang voor een proteïne-overload. Dus waardoor je haar heel stijf, pluizend, bros bijna aanvoelt. Omdat je te veel proteïne in je routine hebt zitten. Maar uiteindelijk zat ik met een moisture-overload. Dus op zich, wat ik net al zei, het is een proteïnebehandeling, maar echt een hele milde variant. Ik heb die 4 maanden afgerond. Ik heb ook gemeten hoeveel haargroei ik op dat moment had. Ik merkte op zich niet superveel meer haargroei dan normaal gesproken. Ik heb nu met de rijstwater van Rizal ook niet gemeten hoe lang mijn haar was. Maar ik heb het vooral gebruikt om te laten zien op hoeveel verschillende manieren je rijstwater kan gebruiken in je routine. Namelijk een pre-poel. Daarbij gebruik je gewoon een grote kom waar je rijstwater, of waar je eigenlijk je hoofd en je haar in doet zoals je nu kunt zien. En je rijstwater over het hoofd heen giet en het continu zeg maar laat absorberen in het haar totdat je kom helemaal leeg is. Vervolgens doe je een herbruikbare douchemuts op en laat je 20 tot 30 minuten intrekken. Als je lage porositeit hebt zou ik dat in ieder geval met warmte doen zodat je haarschubben al wat open gaan staan. Als ik het vergelijk als een extra stap, kies ik eigenlijk liever voor een pre-poel met olie. Maar dat is aan ieder wat daarin fijn is. Ja, je haar glans is zacht, maar dat is het ook op de andere manier hoe ik het gebruik. Daarover zo meer. Je kan het ook gebruiken als shampoo of als co-wash. En dan gebruik je het gewoon letterlijk in plaats van je shampoo of je co-wash. Ik heb al eerder filmpjes gedeeld over natuurlijke shampoos met onder andere appelsiederazijn of kokos en gember. Daarover meer op mijn YouTube kanaal. Maar je kunt ook rijstwater gebruiken in plaats van je shampoo of je co-wash. Dan komen we op het punt hoe ik het allerliefst gebruik. Omdat het enerzijds best wel efficiënt is. Maar anderzijds natuurlijk ook dat ik daar gewoon dezelfde resultaten mee haal dan wanneer ik het als pre-poel zou gebruiken. En dat is dat ik mijn haar was met shampoo, vervolgens met conditioner. Dan komt het rijstwater te pas. Breng ik het aan op mijn haar, masseer ik mijn hoofdhuid goed in en vervolgens breng ik er een hydraterend masker over aan. En Curly Nicole vroeg mij naar aanleiding van een post over rijstwater op Facebook. Gebruik je op die dagen dan juist een masker met proteïne of juist een wat meer hydraterend masker? Ik heb op het moment alleen maar maskers die hydraterend werken en geen proteïne bevatten. Dus dat soort maskers gebruik ik als laagje over mijn rijstwater heen op de dagen dat ik het gebruik. In het begin gebruikte ik echt alleen maar proteïnevrije producten op het moment en super hydraterende producten op het moment dat ik rijstwater aan mijn routine toevoegde. Nu speel ik daarmee omdat ik heb gemerkt dat het niet zozeer is dat je bang moet zijn voor een extreme overload, maar veel meer dat je de balans bewaart in je routine. Dus dat iedereen wel gebaat is bij een klein beetje proteïne.
Nogmaals, rijstwater is een milde proteïnebehandeling. En ik kreeg uit angst dat ik geen proteïne-overload kreeg, juist een moisture-overload. En die was heel makkelijk verholpen met een deeltje zelf gelatine-masker. Een super rijke proteïne-masker. Als je daar naar op zoek bent, vind je daarover ook meer informatie op mijn YouTube-kanaal. Je kan het rijstwater van RiseUp kopen via Instagram en Facebook door RiseUp.nl op te zoeken. Nathalie, ontzettend bedankt voor het toesturen van jouw rijstwater. En voor nu wens ik iedereen een curlylicious dag toe.